Leuk dat je kijkt naar een nieuw filmpje. Vandaag een update over de Yamaha XS57. Zoals te zien in het vorige filmpje hebben we de tweede versnelling gerepareerd. Dat is inmiddels ook goed opgelost. Een testritje meegemaakt. Intussen heb ik ook wat spullen verzameld voor de motor. Waaronder het werkplaatshandboek. Dat begint ook wel met een mooi stukje. Een motorrijder heeft geen vervoersmiddel. Hij bezit een fantastisch stuk technisch speelgoed. Ja, nou, daar kan ik me wel in vinden. Het is wel heel leuk geschreven, dit boek, omdat het ook echt een boek is uit ik geloof, 1970 of 1980. En een hoop informatie die natuurlijk niet te vinden is. Dus mocht iemand daar ook een vraag over hebben, dan kan ik het opzoeken. Verder zijn we erachter gekomen dat de remleiding van de motor aan de scheur is. Dus je merkt ook met de remmen dat het een beetje sponsig is. En het bleek ook dat de remleidingen geproduceerd waren in 1976. Dus ja, dat het ook wel tijd wordt voor een keer een nieuw setje. Daar heb ik inmiddels ook een nieuw setje voor gevonden. De originele waren heel lastig te vinden. Dus ik heb de maten opgemeten en gekeken welke zou moeten passen. Dus het zijn stalen remleidingen geworden. Deze gaan we voor en achter vervangen. Dus het zal wel een hele hoop opleveren qua remkracht en ook qua veiligheid natuurlijk. Had ik laatst een proefritje gemaakt en toen bleek dat de knipperlicht het ook niet deed. Dus daar heb ik ook het een en ander voor uitgezocht. En de relais is ook nog een echt originele grote. Een groot model. Dus inmiddels heb ik gezocht naar een vervangende. Deze is nog niet binnen. Maar als die binnen is, dan zal ik daar meer over laten zien. En voor nu gaan we in ieder geval beginnen met het vervangen van de remleiding. De eerste stap is uiteraard het aftappen van de remolie om te zorgen dat die natuurlijk niet gewoon eruit loopt als we de slangen loshalen. Omdat het al lang geleden is natuurlijk dat de slangen eraf zijn geweest, beginnen we met het inspuiten van de nippeltjes hier bij de remklauw en van de slang om te zorgen dat die straks gemakkelijk losgaan. Belangrijk is wel om natuurlijk straks je remschijf goed schoon te maken, want er komt natuurlijk altijd iets van de remvloeistof op de schijf terecht. Zometeen draaien we de nippeltjes los, daar hebben we een speciaal sleuteltje voor. Die eigenlijk verder eromheen past, zodat je niet doldraait. Dat is de eerste, daar hebben we een slangetje wat we erop kunnen zetten om te zorgen dat daar de olie eruit kan. En we zuigen bovenaf de olie die in het potje zit af. En daarvoor hebben we een vacuumpompje. En dat is zo meteen te zien in de timelapse die we laten zien. Tussentijds update, de remslang zit erop, zowel op de remklauwen als bovenaan bij de remhendel. Alle vloeistof is er inmiddels ook uit, die hebben we als allereerste afgetapt. We gaan nu het reservoir weer bovenaan vullen en zorgen dat het hele systeem ontlucht wordt en dan controleren of er ergens lekken zijn. Het reservoir is nu gevuld tot het maximum en we beginnen nu met het ontluchten ervan aan de onderkant bij de remklauw. We beginnen nu met het ontluchten van het remsysteem. Daarvoor gebruiken we een vacuumpomp. Omdat het systeem helemaal leeg is, kunnen we niet echt makkelijk gebruik maken van een terugslagklepje. Gewoon een slangetje. We zetten een speciaal sleuteltje hierop. We maken de slang erop op de remklauw. Draaien het ventieltje een klein beetje open. En gaan er de vacuumpomp
eigenlijk aan zuigen. Net zolang totdat er meer vloeistof uit gaat komen. Daar begint het te komen. Zet hem wat zachter, zodat we goed kunnen zien wanneer er echt de lucht uit is. En zoals je kan zien komen er nog steeds allemaal belletjes uit. We hebben natuurlijk de andere kant ook nog niet gedaan. Zorg dat er zoveel mogelijk uit is. Dan gaan we zo meteen kijken hoe het bij het reservoir is, of dat er iets bij moet. En dan beginnen we met het ontluchten van de andere kant. Nou, zoals je nu kan zien wordt het een steeds constantere stroom van remolie. Dus we gaan het voor nu zo laat. Dan draaien het ventieltje weer. Het nippeltje weer dicht. En nu gaan we het zelf doen aan de andere kant. De remleiding zit er inmiddels op. Het is helemaal goed gelukt. Alles is ontlucht. Er zit nieuwe remolie in. Je voelt ook dat de remhendel weer helemaal hard is. Dus dat is helemaal goed. Aan het begin van het filmpje vertelde ik dat de relais van de kniplicht nog niet binnen was. In de tussentijd is die wel binnengekomen. Dat is echt een heel groot verschil in formaat. En ja, ik ga gelijk even testen wat hij doet. Aan de zijkant van de motor hier moet hij op een stekker geschoven worden. Goed, zou je het nu moeten doen? Ik ben benieuwd. Ja. Nou, helemaal goed. Dan is dat ook weer opgelost. Nou, de werkzaamheden zijn dus allemaal geslaagd. Helaas hebben we geen proefritje kunnen maken. Want we hebben in de tussentijd ook nog gekeken hoe dat de luchtfilter eraan toe was. En ja, dit bleek helaas... gewoon vergaan te zijn. We laten hier nou een klein stukje over zien hoe je die zelf kan vervangen en waar dat die in de motor zit. Nou, bij deze motor zit de luchtfilter op een makkelijke plaats. En je kan het zadel omhoog doen met de sleutel. Dan hier onder het bakje onder het zadel zit de luchtfilter. Dus we zijn benieuwd naar de staat ervan. Het is natuurlijk belangrijk om altijd een goede luchtfilter in je motor te hebben. Deze heeft zijn beste tijd wel gehad. Hij valt gewoon uit elkaar. Ik denk dat dit al lange tijd geleden is dat deze vervangen is. Nou, we kunnen deze motor op deze manier ook niet starten, want alle vel wordt gewoon de motor ingezogen. Dus, nou, we gaan op zoek naar een andere hiervoor, want dat gaat hem zo niet worden. Voor de volgende keer gaan we verder met onder andere natuurlijk die luchtfilter. Daar moeten we iets op bedenken. Dus we zullen kijken of de huidige filter kunnen... voorzien van nieuw filtermateriaal, of er open luchtfilters op zetten en dan in combinatie natuurlijk met het aanpassen van de sproeiers en dergelijke. Voor nu gaan we het zo laten en graag tot de volgende keer.